Wat ik de fractie wil meegeven voor deze nieuwe periode, dat is in ieder geval solidariteit met de zwakkeren in de samenleving. En dat zijn onder de ouderen, met name de kwetsbare ouderen. Ik heb gestalte gegeven aan solidariteit in dit huis toen ik voorzitter was van de bewonerscommissie. Toen het restaurant failliet ging, heb ik allereerst de staatssecretaris aangeschreven. Want ik vond dat het zijn taak was om dit restaurant open te houden. Zeg, voor ik het vergeet, volgende week woensdag moet je er maar 15 gebakjes bij nemen. Oké. Okay. Ja. Goeie verjaardag. Ja. 15 stuks. Is goed, gaat noteren. Ja. Kopje koffie. Een restaurant in een huis als de Hoge Brugge kan alleen maar bestaan als de overige bewoners bereid zijn wat bij te dragen. Dit heeft iets te maken met solidariteit voor mij. Als ik mijn verjaardag ben, dan vier ik mijn verjaardag beneden. En dan ben ik wel wat meer geld kwijt. Maar ik heb A, de drukte niet boven, want ik kan dat toch niet meer aan. En B, het is goed voor hen, voor de opbrengst. Ik ben op plaats 50 gaan staan, omdat de partij dat vroeg. En ik ben de partij altijd nog hartstikke dankbaar dat ik zoveel kansen heb gekregen. Want alles wat ik ben geworden, ben ik door de partij geworden.